Het zijn de donkere dagen voor kerst. Die kunnen voor sommige ouderen best eenzaam zijn. Gelukkig heeft Celano daarvoor iets bedacht. Vanuit Studio Mojo gaat hij met een bakfiets rond bij ouderen om ze een maaltijd te bezorgen. Dit alles onder muzikale begeleiding van Leidse singer-songwriter Tessa Josefina. Wat we hier hebben gemaakt is een hele lekkere stoofschotel. Met daaronder wat aardappelpuree, met daarin wat melk en wat crème fraîche. Dan hebben we als tussengerechtje hebben we een lekkere courgettesoep. En ook wat stoofpeertjes. En dan sluiten we af met een dessert van appelbollen. Kijk eens aan. Kijk eens, hier heb je alvast je eten. Ze hebben het neer. Wat vindt u ervan, mevrouw? Leuk. Ja? Verrassing? Zeker. Maar kunt u wel van genieten? Zeker weten. Nou, Celano, ben je eigenlijk lang bezig geweest met deze voorbereiding? Want je moest natuurlijk ineens switchen en alternatief bedenken. We kregen het natuurlijk op de dinsdag te horen. Dus toen hebben we dit allemaal moeten regelen in 2 dagen. Dus ja, het antwoord is daarop dus 2 dagen. En zoals je ziet is het gewoon goed gelukt. De mensen die genieten ervan. Dat vinden wij dan weer leuk. Het is zeker goed gelukt. Heb je ook veel hulp gehad van andere jongeren? Tuurlijk. Ik heb het natuurlijk niet allemaal met mijn eentje gedaan. Ik heb een geweldig team achter mij staan. Waaronder Nathalie natuurlijk. Alban, Sjoerd, Leila, Dustin, Annico, Jessin. Heel veel mensen die mij daarmee hebben geholpen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Wie mee is voor de muzikale ondersteuning van deze tocht is singer-songwriter Tessa Josefina uit Leiden. Hoe kom je hier zo bij? Nou, ik treed heel gelukkig vaker op bij Studio Mojo. En eigenlijk zou het een diner zijn binnen, maar dat hebben we om moeten gooien. En nu is het een diner dat we brengen bij de mensen. En zo hebben ze mij hiervoor uitgenodigd. En ik heb begrepen dat je een keertje niet je eigen nummers zingt, maar kerstnummers. Helemaal in de sfeer. Ja. Welke nummers zing je? Je kan kiezen Let It Snow voor de wat modernere onder ons. Of Er Is Een Kinneke voor de wat meer christelijke of Nederlandse onder ons. En waarom vind je het zo belangrijk dat Studio Mojo dit organiseert? Nou, het is altijd, denk ik, voor ouderen een beetje eenzamer met kerst. Maar normaal gesproken kunnen veel ouderen, denk ik, hun kinderen op bezoek krijgen. Of andere familieleden of vrienden. En dat is nu natuurlijk allemaal anders. Dus ik vind het heel fijn dat we op deze manier wat extra warmte kunnen geven aan de ouderen. Celano, hoe ben je hier zo bij gekomen? In eerste instantie hadden wij het idee om een etentje te organiseren op 1,5 meter. We hadden vorige week al een etentje georganiseerd. En dan was het vandaag dus van plan om nog een etentje te organiseren. Alleen door de nieuwe maatregelen was dat helaas niet gekomen. Dus toen hebben we daarvoor voor een alternatief gekozen. En dat is van waarom geven wij niet het eten aan hun door te brengen met een bakfiets. En dan hebben we een leuke singer-songwriter daarvoor gevraagd. En dan gaan we gewoon langs de deuren voor hun. Ja, wat voor hun, dat zijn de ouderen. En je bent zelf natuurlijk vrij jong. Hoe ben je er eigenlijk bijgekomen om zo met de ouderen, de Leidse ouderen, bezig te zijn? Nou, toen ik hier mijn eerste stagedag had, toen hebben we vanuit het sociaal wijkteam, hebben wij te horen gekregen of wij boodschappen konden doen voor een oudere dame hier in de buurt. En vanaf dat moment, toen begon een beetje balletje te rollen van, oh, door de coronatijd, hoeveel ouderen zijn er nou eigenlijk daadwerkelijk die zich eenzaam voelen en die niet naar buiten kunnen door alle omstandigheden. En vanaf daar zijn we dus het project Hangouts gestart. En dit is een van de subprojecten daarvan. Want zijn het veel ouderen die eenzaam zijn in deze tijd? Het zijn echt wel veel ouderen die eenzaam zijn deze tijd. Ja. En dat proberen we gewoon steeds te verminderen. Door middel van jongeren proberen we daarmee de verbintenis tussen jong en oud ook te versterken. Er zijn natuurlijk nog veel meer jongeren nodig, vertelde je mij. Naar waar zijn jullie naar op zoek? We zijn gewoon op zoek naar jongeren in Leiden. Die graag mee willen helpen met ouderen. En die dus ook dit soort toffe ideeën kunnen bedenken. Zodat we in 2021 gewoon nog meer van dit soort leuke ideeën kunnen brengen aan eenzame ouderen. Alsjeblieft. Fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. En tot snel. Tot snel.